Oh, dit was zo lekker. Wij hebben vakantie, wij hebben vakantie. Ja? Ja. Maar tot dan mag je nog van gedachten veranderen. Goedemorgen, het is vrijdag en het is de laatste keer naar school. En dan 6 weken en 2 dagen niet vroeg opstaan. En daar ben ik heel blij om. Echt heel blij om. Ik heb zelfs vandaag deze top aan van Mango, broek van Levi's, dat is die Mile High. En mijn brons cowboylaarsje. Het zeggen is weer op school. Ik heb net nog even wat gegeten en gedronken. Een heel klein beetje. En ik ga nu lekker voor een massage. Daar heb ik echt even zin in. Dat kan ik ook wel begrijpen. Of gebruiken. Begrijpen. Af en toe, ochtenden zijn niet echt mijn ding. Maar even gewoon lekker ontspannen. Het moet daar over 10 minuten zijn. En het is vlakbij. Dus ik ben hier nog nooit geweest. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij is. Het is een vrouw. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben aangekomen bij Judith. En die gaat mij zo heerlijk masseren. Hi, Oh, dit was zo lekker. Ik zit helemaal los. Ik zat een beetje vast. Echt een super massage gehad. Dus ik ben echt heel blij. Ik doe heel snel even wat eten. En dan ga ik body pakken. Want Sarah had aan de juf gevraagd of ze body op school in de klas mocht laten zien. Het is natuurlijk de laatste dag nu. En dat mocht. Dus ze is om 12 uur uit. En ik mag om 11:45 op school zijn. En dan het laatste kwartiertje mag ze het babykonijntje laten zien. Dus super leuk. Ik neem mijn camera dan alleen niet mee. Of in ieder geval, misschien doe ik hem in mijn tas. Maar ik film niet op school met al die kinderen en op haar school. Dat vind ik gewoon niet verantwoord met kinderen. Maar het is zo leuk voor haar. Dus was ik zo blij vanochtend. Vandaag mag ik Bodie laten zien. Echt super schattig. Ah, Bodie voor het eerst in de auto. Ik zet het altijd vast met de gordel. En hij vindt het allemaal mega interessant. Hé, hey, Sweet. Je zit helemaal te kijken, hè? Je bent echt niet bang met dingen. Wij hebben vakantie, wij hebben vakantie. En nog 6 weken en 2 dagen en dan ben ik een groep vierder. Ja, eigenlijk ben je al groep vierder. Want je zit nu meer in groep 3. Je bent klaar met groep 3, dat heb je net afgesloten. Dus je bent gewoon een groep vierder nu. Wauw. Ja, groep 4 werken is moeilijk hoor. Oh nee joh, dat kan jij heel goed. Nina heeft gezegd dat zelfs nog dingen voor haar moeilijk zijn en zij is beter in werken. Ja, ze is beter in werken, maar jij bent heel goed in leren. Maar Mila is ook ouder, hè? Dus... Ik ben slim in lezen. Je bent heel goed in lezen. Zo, het lijkt wel voor files. Ja, dat in de woonwijk. En we gaan even naar de winkels, want deze dame heeft een paar dingetjes nodig, dus we gaan even winkelen. Ja. We zijn thuis geweest, zijn even nog even buiten gespeeld en nu zitten we in de auto en we gaan ergens eten om de vakantie te beginnen. En wat jij nog niet weet, jij mag kiezen. Je mag kiezen. Bij de Italiaan gaan we pasta eten. Wil je McDonald's, Burger King of Kentucky? Wat zou jij kiezen? Jij mag kiezen. Ik vind ze alle 4 goed. Jij hebt de keus. Ik vind het allemaal lekker. Ja, dat is in ieder geval geen Italiaans. Oké, die valt af. Dus geen pasta in het restaurant. Oké, dan hebben we dus nog... Geen Burger King. Burger King valt af. Dan hebben we McDonald's of Kentucky. Daar kan ik alleen niet uit kiezen. Dat weet je. Weet je wat ik ga doen? Ik ga die kant op rijden. En op het moment dat we bijna bij het stuk zijn dat je moet kiezen. Als je dan nog geen antwoord hebt gegeven,
dan moet je wel echt kiezen. Oké, McDonald's. Ja? Ja. Maar tot dan mag je nog van gedachten veranderen. Het is Kentucky geworden. Ben je blij met je Kentucky keuze? Ja? En ik heb tattoo. Laat ze zien. Wauw, echte Kentucky tatoeages. En ook de Kentucky heb je. Ja. Een echte Kentucky dame. Oh, het was zo verschrikkelijk gezellig met Sarah. En Marco was traag vandaag, dus onverwachts werd het een hele meidendag. Dat zouden we in de middag hebben en dan zouden we wel met z'n drie eten. Maar ja, hij is zo later, hij is vast opgehouden alles. Dus, maar dat was eigenlijk onverwachts daardoor wel heel leuk. Soms is het gewoon heel leuk om ja, één op één tijd te hebben. Dus daar hebben we echt van genoten. Ze ligt nu op bed. En morgen uitslapen. En ik hoop zo dat ze uitslaapt. Sarah heeft nog een tik om nooit uit de bed te willen. Als ze naar school moet. Want dan is ze moe en dan wil ze uitslapen. En zodra het dan weekend is of vakantie, dan wil ze opeens vroeg wakker zijn. Echt top, zeg maar. Maar ja, ze ligt nu al een stukje later op bed. Dus ik hoop dat het helpt. In de coronaperiode op een gegeven moment zaten we ook in een ritme dat we allebei elke dag laat wakker werden. Dus daar hoop ik voor. Maar ik hoop dat dat gewoon gelijk morgen erin zit. Want ik wil zo graag morgen gewoon echt even gewoon op een natuurlijk ritme wakker worden. Dat hebben we die periode ook heel de tijd gedaan. Eigenlijk zonder wekkers leven. En het kwam gewoon uit. Dat ging gewoon veel beter. Ik ben ook echt, ik was zo uitgerust toen. En die wekkers 's ochtends, het is zo niet mijn ding. Doe het omdat het moet. Ze zouden eigenlijk een ochtendmensenritme op school moeten hebben en een avondmensenritme op school. Wij zijn allemaal avondmensen. Nou, het zou misschien wel een idee zijn. Ochtendmensenschool en een avondmensenschool. Tegenwoordig zijn supermarkten alles ook laat open dat je gewoon je hele ritme zo een paar uur kan schuiven. Idee van de eeuw, denk ik. Wij gaan een stukje van onze film verder kijken. Weer een stuk film gekeken, weer niet afgekregen. We gaan lekker ons bedje in en lekker uitslapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!